Dus dat... Wereldproblemen zijn er om op te lossen. Maar de enige die het ook echt doet is Luc de Vos. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start living. Luc, goedenavond. Dag Mark. Waren er eigenlijk veel wereldproblemen deze week? Weerzinwekkend veel eigenlijk. Hetgeen het meest opvalt natuurlijk zijn de Parijse nachten. En niet alleen Parijs. Ik bedoel, heel Frankrijk staat eigenlijk in rep en roer. Hoe kan je dat oplossen? Ja. Maar ja, ik begrijp die gasten ook wel. Hè. Die zijn jong, die zijn van allochtone afkomst en zo. Die willen nog iets doen met hun leven zo, en die krijgen geen enkele kans. Ik ben zelf ook zo geweest eigenlijk. Ik ben ook nog werkloos geweest en jong en mooi en allochtoon ben ik ook nog geweest. Maar daarna heb ik mij bekeerd tot het christendom. Ik ben ook zo'n christenhond geworden eigenlijk. Maar ja, wat moet ik daaraan doen? Iemand van mijn denktank... Ja, de oplossing van dus een luchtbrug over die banlieues te organiseren om dus PlayStations te droppen dan die gasten toch iets te doen aan. Maar zelf was ik met de oplossing gekomen van, dus van een soort van oproerbanlieu, een soort van pretparkbanlieu voor die gasten te stichten naast Disneyland. Want Disneyland is er ook in de buurt. Dat is vlak in de buurt, ja. Dus ja, dan die gasten zo een keer van bil kunnen gaan, maar dat er niemand last van heeft, begrijp je? Ook zo een soort van pretpark, oproer pretpark, dat ze ook gratis dingen krijgen. Je noemt dat van die Molotov cocktails, gratis kasseien om door vensters te smijten. Zo van die dummy auto's dat ze kunnen in brand steken. Dus het probleem is opgelost. Godverdorie, zeg. Luc, het einde loopbaandebat en het generatiepact. De vakbonden en de regering geraken het er maar niet over eens. Hoe los jij dat op? Wel, ik heb daar een hele sterke oplossing voor gevonden, denk ik toch. Zoals je weet, als we jong zijn, zijn we nog. Jong eigenlijk, van hart, zowel van lichaam, zowel fysiek als geestelijk. En mijn oplossing is eigenlijk om het pensioen te verplaatsen in de tijd. Namelijk een jeugdpensioen te organiseren. Als je jong bent, mocht je op pensioen gaan. Begrijp je? Begrijp je nee. Als je, normaal gaat je op pensioen als je 60 bent. Op 65, van je, ja. Van je 58 of van je, ik weet niet wat dat tegenwoordig is, ik weet het al niet. Ze normaal hadden op je pensioen tot het bittere einde erop volgt. En je kunt dan gaan kaarten en zo, en gaan bollen en gaan vogelpieken en met een bus naar Bobbejaanland en zo. Kan maar ik zou dat, maar ja, op die leeftijd hebben we toch geen goesting om dat soort dingen nog allemaal te doen. Ik zou dat verplaatsen naar voren eigenlijk. Hè. Dus je mocht naar school gaan van je 4 jaar of zo, tot je 18 jaar of tot je 25 of tot je 30, zoals ik gedaan heb. En dan krijg je pensioen. Dus vanaf je 20 of je 30 mocht je 20 jaar op pensioen gaan. Dan heb je nog die fysieke en mentale zin kracht om er iets mee te doen met je vrije tijd. Om er iets mee te doen, om te gaan vogelpieken. Ja. En om te gaan kaarten met een bus naar Bobbejaanland en zo van die toestand. En vanaf welke leeftijd? En vanaf je 40ste of je... wat is het? Dan begin je te werken eigenlijk. En vanaf dan kun je rustig beginnen werken tot de dood erop volgt. Dat vind ik een fantastische oplossing eigenlijk. Iets helemaal anders. Deze morgen, toen ik naar hier kwam gereden met de auto, moest ik voorbij over het Meizerplein, zeg maar. En dat is een zeer gevaarlijk punt. Ik zou het een rotonde durven noemen, maar het is veel meer dan een rotonde. Ja, sowieso gaat het eigenlijk. Dus je weet eigenlijk niet in welke richting... Nee, zit dat bij mij, zit je ook. Ik zal eens proberen van... Dus je komt... Wat? Kapsel. Daarnaast. Dat was mijn water. Dat is mijn water. Ik wil met een bak bier nu al. Ja. Sorry. Oké, dank je. School. Santé. Hier, vind het terug. Merci. Ja, geef dat maar. Dus ik... Nee. Ik kom... Maar zwijg nu toch een keer. Ja. Ja, ik weet niet, Leen, voor jij hier was, was die vlieger ook niet. En ik heb ze volgt, ja, ze zitten daar. Dat is mijn Chanel-nummer, dus ik kom op de Meizer.
Ja, op dat Meizerplein. Meizerplein. Dus je moet daar het rood licht natuurlijk altijd. Je staat eraan te schuiven met verschillende auto's. Dan springt het op groen, maar je kan niet onmiddellijk helemaal door, want er staan nog auto's die van rechts komen ook. Voor wie het op dat moment rood is, maar die staan daar nog van de vorige groene beurt. Dan kan je iets verder aanschuiven met zeven auto's naast elkaar. Dus je weet niet wie eerst is. Dan aan de linkerkant daar. Ik heb allemaal niet voor. Ah ja, voilà, maar ik dus wel. Dus en dan heb je ook nog de tram die daar rijdt. Dus ik ben zelfs één keer om af te snijden de tramsporen opgereden. Maar dan komt, je zal altijd zien, dan komt er een tram aan de andere kant. Dan moet je terug achteruit, wat dan heel moeilijk is, want er zijn er ondertussen al twee gevolgd. De Meizer, hoe lossen we het probleem van het Meizerplein op? Had de ring moeten nemen, hè? Nog een probleem. De vogelgriep eist al maar meer slachtoffers. Duivensport bedreigd door maatregelen vogelgriep. Kan jij de duivenmelkers helpen met hun probleem? Het probleem met de reisduiven in het algemeen is dat die sport nogal eentonig is. Het komt altijd op hetzelfde neer. Dus je doet je duif naar Spanje of naar Frankrijk en die duif moet dan terugvliegen. Ja, het is tamelijk saai. Dus, dat is het idee wel natuurlijk. Hè? Het is het idee, oké. Maar je kunt in de sport natuurlijk ook diversifieren, dacht ik. Dus je kunt bijvoorbeeld een voorbeeld nemen achter die dingen. Je noemt dat die vinkenslag of die vinkenzetting. Die gasten pakken zo'n vink, die zetten die in een kot. Suskewiet. En dat vogelke moet suskewiet doen. En dan moet die gast tellen hoeveel keer dat die... Dat is suskewiet gezegd. Ik vind dat echt een superspannende sport uiteindelijk. toch 1000 keer minder saai dan het duivenvliegen of een noten. Melken. Duivenmelken, ja. Fucking hell. Sorry. Duivenmelken. Wat is de oplossing? Op die manier kun je dat diversifieren. Je kunt die duiven ook zo in een kot zetten. Daar is eventueel indoors. Dan hou je ook rekening met de ophok. Plicht, ja. Inderdaad. En je laat die duiven altijd maar roekoe zeggen. En dan zet je streepjes door een fantastische sport. Zwaar, ja. Okay. Nog een probleem, eentje van Leen de Maré. Leen, lees zelf maar, want jij hebt het gezegd. Ik heb geen tijd voor een relatie. Ik heb zelfs al maanden geen tijd voor seks. Hoe lossen we dat op, Luc? Ik kan dat niet oplossen. Nee, begrijp het. Nee, maar er is geen oplossing voor in die zin. Ik vind het eigenlijk geen enkel probleem. Ik vind seks sowieso al... Ik heb het al gezegd, ik vind seks overroepen. Saai ook, hè. Overschat, is tamelijk saai. Duivenmelk. En het heeft ook vooral met die lichaamsvochten te maken, hè. Ik vind dat echt weerzinwekkend, moet ik eerlijk zijn. Ik zou het dus willen pleiten voor een soort van verlicht celibaat voor de meeste mensen. Ja, de meeste mensen kunnen toch niet aan de lief geraken, kent je dat? Ik heb dat probleem ook lang gehad. Het celibaat stelt u in staat om na te denken over de dingen, om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld een keer uw grootouders te bezoeken, denk ik, bijvoorbeeld. Hè. In plaats van seks? In plaats van seks. Ja. Wat zeggen uw grootouders er trouwens van? Als ze dat lezen in dat boekje, is toch weer zinwekkend. Ze leven niet meer. Lezen dat? Ze leven niet meer. Doe gewoon geen seks meer. Dat zal heel veel problemen oplossen, denk ik. Tijd voor conceptuele kunst, Luc. Wat heb je deze week voor ons gemaakt? Wel, ik ben deze week ook, zoals iedereen, eigenlijk naar de boekenbeurs geweest. Ik heb zoals iedereen ondertussen al een boek geschreven. Eigenlijk, ik ben de voorlaatste, denk ik. Bijna iedereen heeft een boek geschreven. Ja. En ik ook. Ik ook. Dus ik moest er op de boekenbeurs zijn en om te signeren. Mijn arm doet er nog altijd pijn van, ziet je het. En daar heb ik de inspiratie gevonden voor mijn volgende conceptueel kunstwerk. Dat toch alweer een structuur is, maar toch ook een concept. Mm-hmm. Ik zal je even tonen, Mark. Ja. Ik heb hier een boek gestolen op de boekenbeurs. Maar het geeft niet, want het is al dikwijls verkocht geweest. Daar waren er genoeg van, ja. Dus de Da Vinci Code van Dan Brown. Ik zal het gewicht van de literatuur in balans proberen te brengen met het gewicht van de lichtheid van het bestaan. Dat is de lichtheid van het bestaan. Het hele boek? Nee, ik ga juist een klein stukje van het boek in snippers doen. Mm-hmm. Begrijp je? En dan zal ik afwegen tegen de lichtheid van het bestaan op deze manier. Ik zal dit versnipperen tot een soort van sneeuw. Ik zal nu deze sneeuw in deze balans gooien. Ziet je? En dan zal ik dat afwegen tegenover deze pluim met gewicht aan. Kijk, hè. Zie je?
De lichtheid van het bestaan weegt meer dan de literatuur uiteindelijk. En wat betekent dat nu? Dat weet ik zelf niet. Hartelijk dank, Luc de Vos.